Wordt het een mooie avond, denken jullie? Ik denk het wel, Erik. Ja? Ja. Het is altijd een leuk moment als de zon ondergaat en dat ik hem uit zijn kist kan halen. Wat zit jij nou te lachen? Als er nee, iemand uw haar ligt niet helemaal overop. Ga jij nou echt niet over die zijn naam zeggen? Erik Goens heeft liefst 4 verschillende programma's gemaakt dit jaar. Als er niet meer zijn. Nee, 4. 4, hè? 4 programma's, ja. Op 1 jaar tijd. Zijn jullie even harde werkers? Ik ben een harde werker. Serieus? Slapen, dat doe je echt dood. Of dat je naar de premier ontkijkt. Nee, ik heb hem gezien. Ja. Heb je hem gezien? Ik heb hem gezien. Ja? En? Vond hij heel goed. Echt waar? Je meen het of wat? Ja. Het is geen mop. Het is geen mop. Komt geen mop. Ja, dat is raar, dat is aan mijn tent. Hè? Maar ik, ja. Nee, wat verwacht je van de kandidaat? Ja, ik hoor dat mijn straf een tv-maker is, dus... Ja? Ik hoop dat hij bij mij thuis is, naar mijn flatscreen kan komen zien. Die naper dan wel eens. Nee, we naderen de finale weken. Kunnen we al een gokje wagen over wie het uiteindelijk gaat winnen? Dat kunnen we niet weten, hè. Kunnen we eens naar Olivier de Schacht doen? Dan weet alleen wie dat er verliest. Hè. Ja, ja, ja. Parijs. Komen jullie vaak in Parijs? Ik ben vorige maand daar nog geweest. Ja? Ik heb zelfs toen de liefde bedreven bovenop de Eiffeltoren. En had je dan geen hoogtevrees? Ik niet, Elodie wel, maar die is gewoon in auto blijven zitten. Jezus Christus. Ik heb nog een raadseltje over Jezus Christus. Zeer goed. Ja. Mag het? Ja. Wat is het verschil tussen Jezus Christus en Elodie Ouédraogo? Nee. Jezus Christus hong aan zijn kruis. Elodie Ouédraogo is een Olympische kampioene die we niet genoeg kunnen feliciteren. Dat is mooi. Hè? Want het gebeurt niet zo heel vaak dat je echt iets moois zegt over Elodie Ouédraogo. Dat zal niet meer gebeuren. Nee. Nee, nee, maar hij voetbalt wel. Het is wel plezant om hem te zien voetballen. En dan doet dat hij hartjes. Tof, ja. Hij doet die hartjes naar. Ja, ja. Ja, dat is toch wel. Tof, ja. Dan moet hem niet veel doen. Hè. Dat is toch wel, nee. Hij is een beste van de Roy Deuvel, zeg ik. Ja, ik heb zelfs een truikje van Dries Smertens thuis. Echt? Dat is de ideale grootte om mijn zakdoek te gebruiken. Nee, wat vinden jullie van basketbal? Ik heb ook nog een basket. Nee. Echt waar. Je moet niet groot zijn om... Ik heb ook nog een basket. Ja, dat snap ik. Ja. Jo, nee, maar... Ja, Marieke. Ja, nee, en goed. Hoog niveau. Ik vind dat jij nogal een hoge dunk hebt. Ja, nee, hoog niveau of... Maar dat was bij de jeugd, hè. Bij de jeugd, ja. Ja. Maar wel... Goed niveau. Ja, bijna kampioen van België. Mooi. Maar dan waren er ineens Waalse wilde vrouwen. Ja, en die hebben ons kapot gemaakt. Waalse wilde vrouwen? Ja, ja, die waren echt... Die waren van welke ploeg? Sauvage. Van welke? Sauvage. Ik weet niet meer van welke ploeg. De ene keer weer een idee voor zo'n volgende film. Nee, Jeroen, jij hebt hier een tijdje geleden gelachen met korfbal. Ja. Er kwamen heel veel reacties op. Je hebt dan op Twitter je excuses aangeboden. Wil je daar iets over zeggen, over korfbal? Nee, ja, ik wil dat nog eens voor eens en voor altijd, want het was blijkbaar toch wat verwarring. Ik wil nog één keer zeggen, ik heb echt niets tegen korfbal. Alleen tegen de mensen die het spelen. Ben je hem niet bang dat hij terug gaat reageren? Dat ze... Ja, wat gaan ze doen met iets goeie? Nee, klimaatopwarming. Erg, hè? Ja. We zijn er... Dat is een serieus gesprek. Dat is verschrikkelijk. Daar zijn we tegen, toch? Klimaatopwarming. Ja. Absoluut, absoluut. Oh, ik ben zo tegen. Nee, nee, dat is echt wat ik probeer. Huh? Thuis, met Elodie, we proberen toch ons tentje bij te dragen. Yeah? Dus ik zet constant mijn frigo open en de airco vol een bak. Sorry.
Is de mop al gepasseerd? Allee, Erik, weer pak u eens, zeg. Nee, ik ben echt... Ik probeer mijn steentje bij te dragen. Door dus thuis de ijskast altijd open te laten staan en de airco vol een pak te zetten. Ja, en daar lacht er dan niet. Malletjes. Fobie. Nee, hebben jullie last van hydrofobie? Nee, ik persoonlijk niet. Maar ja. Er zijn nog andere fobieën. De comifobie bijvoorbeeld. Dat is een angst om in het gezelschap te verkeren van iemand die grappiger is dan uzelf. Ja. En de symptomen daarvan zijn haaruitval en een nasale stem. Ja. Jij nog fobie? Nee, echt. Een katfobie. Katfobie? Ja. Angst voor katten of? Nee, angst dat ik kat hierna nooit meer ga zien. Oh, kijk. Oh, zo mooi, hè? Touching. Ja. Ja. Heb je een Erik-fobie ook niet? Daar pak ik pilletjes voor. Ja, de pil is inderdaad niet uitgevonden door een vraag. Dat is ergens logisch, hè. De pil is ook te belangrijk. Op dat is, die moet goed werken. Hè. Dus, ja. Door een man dat door een man wordt. Nee, de pil is uitgevonden door een Rus. Nee, een Rus. Poep maar op, chef. Wacht, ze hebben hem niet gehoord. Wacht, doe nog eens opnieuw. Oh. Hoeveel geld heb je daarvoor betaald? Nee. Bangladesh. Ja, nee, je slikt hem in. Wat, echt waar? Ja, doe het nog eens opnieuw. Nee, de pil werd uitgevonden door een Chinees. Bang van Jong. Laatste. Veel vrouwen die dingen uitvinden. Bijvoorbeeld, mijn vriendin vindt 3 keer per week hoofdpijn uit. Hè. Maar daarvoor is dat van Gannet gevonden. Hè. Dat is eigenlijk het gevonden door een Rus. Poep maar oef, chef. Het is ook niet de enigste BV die ooit beschuldigd is geweest van geweld tegen vrouwen. Also, ja. Bijvoorbeeld Pater Damiaan, op het einde van deze carrière. Het schijnt dat hij ook losse handjes had. Kan jij met dienstenchecks boetsen? Nee, ik heb gewoon een vuilhuis. High five, baby. Nee, ja, dat is mooi. Ja, vuilhuis. Ja. Trouwens, Erik, zijn dat de enige dingen waar je met dienstenseks kan betalen? Voor de poetsvrouw wel, ja. Dat is het enige wat je kan doen. Dan hoop ik dat mijn kuisvrouw niet kijkt. Ja, waarom? Ja, nee, die is al 2 weken de roofing op mijn garage ontwikkeld. Wat is dat? Poetsen, koken, strijken, allemaal voor 9 euro en fiscaal aftrekbaar. Ik had niet moeten trouwen, denk ik. Nee. Ja, voor de liefde wel, hè. Nee, want in de brochure staat ook klein naaiwerk. Wordt het een mooie avond, denken jullie? Ik denk het wel, Erik. Ja? Ja. Het is altijd een leuk moment als de zon ondergaat en dat ik hem uit zijn kist kan halen. Wat zit jij nou te lachen? Als er iemand... Uw haar ligt helemaal overop. Kan jij nou echt niet over die zijn haar zien? Erik Goens heeft liefst 4 verschillende programma's gemaakt dit jaar. Als er niet meer zijn. Nee, 4. 4, hè? 4 programma's, ja. Op 1 jaar tijd. Zijn jullie even harde werkers? Ik ben een harde werker. Serieus? Slapen, dat doe je echt dood. Of dat je nog de premier ontkijkt. Nee, ik heb hem gezien. Heb je hem gezien? Ik heb hem gezien. Ja? En? Ik vond het heel goed. Echt waar? Je meen het of? Ja. Het is geen mop. Het is geen mop. Komt geen mop. Ja, dat is raar, dat is aan mijn tent. Nee, wat verwacht je van de kandidaat? Ja, ik hoor dat een straffend tv-maker is, dus... Ja? Ik hoop dat hij bij mij thuis is, naar mijn flatscreen kan komen zien. Die naperdalen.
Nee, we naderen de finale weken. Kunnen we al een gokje wagen over wie het uiteindelijk gaat winnen? Dat kunnen we niet weten, hè. We kunnen eens naar Olivier de Schijn. Dan weet alleen wie dat er verliest. Hè. Ja, ja, ja. Parijs, komen jullie vaak in Parijs? Ik ben vorige maand daar nog geweest. Ja? Ik heb zelfs toen de liefde bedreven bovenop de Eiffeltoren. En had je dan geen hoogtevrees? Ik niet, Elodie wel, maar die is gewoon in auto blijven zitten. Jezus Christus. Ik heb nog een raadseltje over Jezus Christus. Zeer goed. Ja. Mag het? Ja. Wat is het verschil tussen Jezus Christus en Elodie Ouédraogo? Nee. Jezus Christus hong aan zijn kruis. Elodie Ouédraogo is een Olympische kampioene die we niet genoeg kunnen feliciteren. Dat is mooi. Hè? Want er gebeurt niet zo heel vaak dat je echt iets moois zegt over Elodie Ouédraogo. Dat zal niet meer gebeuren. Nee.